In de bejaardentehuizen wordt er deze dagen extra gelet op de ouderen. Alle COVID-beperkingen die over het algemeen gelden, gelden dubbel voor hun. Dit is vandaag aangehaald in het COVID-journaal van de overheid. Senioren in bejaardentehuizen mogen vanwege de COVID-19-pandemie beperkt bezoek ontvangen. Maar ook uitgaan is beperkt. De directeur van Fatima-oord, Henna Samson, zegt dat het uitdagend is om de 65 bewoners van het oord constant bezig te houden en hen steeds eraan te herinneren waarom de beperkingen gelden. Volgens Samson is de boodschap niet direct goed aangekomen bij alle bewoners van het oord. En het zijn oudere mensen. De mensen willen graag doen wat zij willen. Ze willen vaak eruit gaan, maar nu kan het niet. Ze moeten nu hier binnen blijven in het tehuis. En dat is toch wel een beetje moeilijk. We moeten ze bezighouden, we doen het ook. Maar bij die COVID moet je steeds op afstand met de mensen bezig zijn. En iedereen met een mondkapje, je ziet niet wie voor je is. Dus het is vaak moeilijk om het inderdaad de mensen duidelijk te maken. Velen begrijpen het wel hoor. En dan zeggen ze ook van ja, we weten het. En toch komen ze weer erop terug. Want je moet ze dan toch weer uitleggen van waarom het weer mag en waarom het niet mag. Soms moet je uitzondering maken, want kijk, de bewoners die zijn hier. Ze hebben behoefte aan om naar de arts te gaan. En daarvoor moet je ze sturen. Je moet ze dan toch wel uitleggen van het is echt daar gaan en direct terugkomen. Ze hebben hun boodschapjes en ook de familie. De familie mag nu minder op bezoek. Het is nu één keer per dag dat er één persoon op bezoek mag komen. En het is echt tot 3 uur 's middags. Dus vaak moet je toch blijven uitleggen waar het om gaat. En dat we zijn er hier om elkaar te beschermen. En we moeten allemaal eraan bijdragen. Samson haalde verder aan dat de mindshift ten aanzien van COVID-19 in de bejaardentehuizen langzamerhand op gang komt. Aan de andere kant, dus bij peuters en kleuters, is het volgens de directrice van Papegaaitjes, Evelania Lagado, niet nodig dat er afstand van elkaar gehouden wordt. Afstand wordt meer gehouden tussen personeel en kind. Okay. Tenzij het nodig is bijvoorbeeld bij het verschonen handen wassen. Dus we gaan niet meer met de kinderen knuffelen of dichtbij zitten. We houden een gepaste afstand tenzij we ze moeten verzorgen. Ja. Maar tussen kinderen, het is onmogelijk. We weten het allemaal. Het gaat nooit werken. We moeten gewoon realistisch blijven. En we hebben dit met ons mee. Ik ben geen viroloog, maar bij kinderen gaat het COVID gebeuren wat anders. Dus dat hebben we toevallig met ons mee. Maar het is niet realistisch als mensen stellen dat kinderen uit elkaar moeten blijven. Veel van de ouders werken minder, dus dan komen de kinderen ook wat minder naar de crash. Anderen werken om de ene week, maar sommigen houden ook gewoon hun kinderen thuis, omdat ze zelf ook thuis zitten. We hebben een heel grote groep ouders die hun baan kwijt is geraakt. En dat vinden we jammer, we begrijpen het. Daarom hebben we ook aan onze ouders gezegd, als u zo ver bent, dan horen we van u. En dan kijken we samen hoe we dit kunnen oplossen. En dat vinden ze fijn. Evelania Lagado, directrice van de Papegaaitjes. Ze geeft aan dat hoewel kinderen niet echt een risicogroep zijn van COVID-19, de hygiëne nog altijd hoog in het vaandel staat.